Willibrord groeide in de 7e eeuw op als kind in een Engels en een Iers klooster. Daar had hij leren lezen en schrijven. In die tijd was dat heel bijzonder. Het Romeinse Rijk bestond niet meer in het westen en het zuiden van Europa. De Germanen, Vandalen, Goten en andere volkeren waren wel goed in vechten, maar produceerden weinig kunst, literatuur, bouwwerken en ga zo maar door. Het waren vaak analfabeten. Deze volkeren geloofden in allerlei natuurgoden, maar werden in de voorgaande eeuwen ook soms bekeerd of halfbekeerd tot het christendom. Hun geloof hing vaak af van het geloof van hun stamhoofd. De Friezen in de Lage Landen waren ook zo. Willibrord had de sterke wil om de volkeren in de Lage Landen te bekeren tot het christendom. In 690 kreeg hij met 12 metgezellen toestemming van de Frankische koning om te preken in het Frankische Rijk. Hoewel de Frankische koning bekeerd was tot het christendom, hadden stammen in de veroverde gebieden nog hun oude geloof. Zo geloofden ze nog dat als het donderde en bliksemde, dat de goden boos waren. Willibrord wilde vertellen over de liefde van God en hoe je elkaar moest vergeven en helpen. Willibrord vroeg ook aan de paus om toestemming. En ook van hem mocht hij preken. Maar dat preken ging vaak moeizaam. De stugge Friezen lieten zich niet zo makkelijk bekeren. Nadat in het jaar 714 de Frankische koning Pepijn stierf, konden de Friezen het door Pepijn veroverde land weer terugveroveren. Willibrord moest vluchten. Hij had geluk dat in 719 Karel Martel het land op de Friezen weer terugveroverde. Dat is dezelfde Karel Martel die de binnenvallende moslims in 732 heeft verslagen. Door het succes van Karel Martel had Willibrord ruimschoots de mogelijkheid om nieuwe pogingen te wagen om de Friezen te bekeren. Dit keer had hij meer succes. Hij heeft veel kerken en kloosters laten bouwen. Het werden plaatsen van rust, onderwijs en overdenking in een wilde tijd. Het werden plaatsen waar de Europese cultuur werd bewaard en opnieuw opgebouwd.